Ik zat in het bankwezen en dat was best wel een heftige tijd. En als je dan dit mag doen, dan is het geweldig. En als ik dan thuis kwam, dan zei ik van nou, de schapen hebben de buik weer vol en ik heb de kop weer leeg. Wat gaan we doen, Hans? We gaan even de schapen ophalen. Drijven ze daar even naartoe, want ze moeten vandaag voor de tweede keer Q-koorts geënt worden, alleen de lammeren. Voordat we de berg op gaan. Voordat we de berg op gaan. Hans, als je dan weer op pad bent. Dat is gewoon een heel fijn gevoel. Als je een beetje natuurmens bent, dan is het toch geweldig om dit te mogen doen nadat je je werkzame leven hebt beëindigd. Was jouw professie? Wat deed jij? Ik zat in het bankwezen. Ik begeleidde veel bedrijven die met name in problemen zaten. Landbouwsector, midden- en kleinbedrijf. Dus ja. En het was best wel een heftige tijd, druk. En als je dan dit mag doen, dan is het geweldig. Ja. Is dit altijd een droom van je geweest, ook tijdens je werkzame leven nog? Ja, ik doe dit nu denk ik een jaar of 15, 20. Ik deed het altijd één dag in de week. En als ik dan thuis kwam, dan zei ik van nou, de schapen hebben de buik weer vol en ik heb de kop weer leeg. En dat was dat is gewoon een fijn gevoel. Was daar Hans een ontmoeting met een zwerm wespen? Ja, een zwerm wespen. Vorige week een collega van mij die trof daar, waar we net langs liepen, een zwerm wespen zo ineens uit het bos. Ja, en die kreeg schijnbaar vat op de kudde. En de schapen klapperen met de oren, maar ja, op een gegeven moment het resultaat was wel dat een deel van de kudde de andere kant op ging dan de andere deel. Dus dan kun je wel een beetje in paniek raken. Ja, dat is echt de zomer dan. Ja, echt een zomer. Ja. Zeg maar hoe het waar ze vandaan komen ineens. Ja. Ja, een zomergevoel dat je niet wil hebben eigenlijk. Ja. Nou, Willy, hier links. Links. Waar zijn we nu precies? We zijn nu op de Loopberg. Zoals we dat dan hier noemen, hier heb je de Loopberg en dan eentje verder achter de bos heb je het Loven, waar vroeger water en zo stond. Nou, hier kijk je zo op Zwolle. Vilsteren? Vilsteren, Zwolle. Je kunt nou net niet helemaal goed zien omdat het toch wat heilig in de lucht is. Dalmsolte ligt daarachter. Nou ja, links ligt dan Lemelerveld. Heerlijk hè? Ja. Ja, dat is een echt fijn gevoel dit, joh. Als je dan gewoon zo in godsvrije natuur, zeg ik dan wel eens zo, mag je vrije tijdswerk mag doen. Ja, dat is heerlijk. Dat is geweldig. Het geeft een enorm bevrijdend en fijn gevoel. Ook al spreek je daar een hele dag geen mensen, dat is soms best wel eens fijn. Alleen jammer van die verslaggever dan. ja, maar goed. Soms ga ik wel achter een struik zitten, hè. Ga ik geen mensen wil spreken. Als je dat als je toch zo hier loopt, hè? Als je dan het zomergevoel niet krijgt, dan weet ik niet waar je nog meer moet doen. Je hoeft niet op vakantie. Nee. Nou, dat doe ik. Sinds we gepensioneerd zijn, gaan we natuurlijk nog een keer op vakantie. Maar ik vind dit ook al echt een vakantiedag. Een vakantiedag op een paar kilometer van je eigen huis is toch geweldig. En zo af en toe komt mijn vrouw een keer langs, die brengt een keer een kopje koffie. En op de fiets, is toch leuk. Geweldig mooi.
Hans, iedere familie heeft zijn eigen zwarte schaap vaak. Ja. Ik heb hier ook al een hele bijzondere mogen ontwaren. Ja. Een mooie zwarte met een mooie witte staart. Ja, leuk is dat, hè? Ja, ja, we houden altijd een aantal schapen aan van andere kleur. En dit keer zijn wat donker gekleurde schapen. We hebben er nu 9 lopen. En ja, in zo'n kudde staat het mooi. Aan de andere kant is het ook wel praktisch. We hebben ook gebieden waar je wat moeilijker kunt hoeden. En dan wil het wel eens een keer zijn dat je de kudde wordt opgesplitst. En dan vaak als je dan de zwarte schapen telt, dan ga ik er meestal van uit dat we alle schapen weer terecht hebben. Dat klopt. Dat we alles weer hebben. Dus ja, nee, dat is gewoon makkelijk. En zouden we zijn zonder de zwarte schapen? Ja, inderdaad. Ja, 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 ja. Ze hebben vaak een bijzondere naam, of bijzondere naam, maar een negatieve naam. Maar in ons geval is het alleen maar positief. Ja. Maar jij bent niet toevallig ook het zwarte schaap in de familie? Nee, nee, nou, zo zeggen. Ik heb 1 broer, maar ik hoor een mooie klaging over mij. Dus nee, wat dat betreft, dan probeer ik dat een beetje voor me te houden eigenlijk. Ja. Jij gaat weer verder met jouw schapen. Ik wens je nog een prachtige zomer in Overijssel toe. Ik jullie ook. En gaan we met z'n allen maar een heel geweldig mooi zomergevoel eraan overhouden straks in de herfst. Dankjewel. Ja? Tot ziens.